De afgelopen weken hebben wij verslag gedaan van het 30ste Oerlenfestival. Het was toch wel wat een aparte weken en dan benamen toch de bezuinigings die ja, heeft waarschijnlijk dit festival ik treffen zullen een commentaar aan de jaren daarna. En dat verneemt toch wel iets beetje. Maar toch hebben wij een hele mooie week gehad. We hebben prachtige dingen gezien, leuke gasten getroffen. En het komende jaar uren dan wil ik je een greep zien laten uit wat wij deze week maken hebben. Delleval en in de vierde haven van West-Skielge. Meer dan 50.000 mensen komen deze week naar het eiland, naar Oerol, en ik ben daar in je van. Zoals elke jaar hoop ik maar op mooi waar, maar het festival begint met buien en hudde wien. Het is net oors. En eigenlijk ik net zo heel slim. Waar is er wel mooi? Wat wolswaarlijk is dat Oerol door bezuinigings zijn rieksubsidie kwijtrekt. En zonder dat geld kan het net. Een domme set, want dit festival levert de staat om belastinginkomsten al meer dan 5 miljoen euro op. Een meervoud van de subsidie die ze jouwen. Ik ben op wei naar een afspraak met Lutz Jacobi, tweede Kamerlid. We zullen naar een voorstelling van Orkater. Best wel een echte keuze cultuur liefhebber? Je vaker naar dit soort dingen? Ja, dus ik heb zo'n optel, een 29ste keer. Dat is de oorlog. Dat ik op oorlog kom. Ja, ik heb iedere keer hier mist. En dat heb ik mezelf erg kwalijk door. Oerol is gewoon ja, het beste festival van Europa, is mijn vreugd. Blik trouwens ik uit de rapporten. En zat dicht bij huis. Dan ben je toch wel echt ja, een beetje dom. Je ja, precies. Maar ik ga nooit langer dan een week uit trouwens. Nee, waarom net? Ja, het werkje. Dan ben ik gewoon kemerdagen en dan zitten er alweer debatten. Ik heb bijvoorbeeld Menje debat door de Delta wit. Ik is net zes van ik ben op Oerol. Okay. Ik ben er net. Dan verschouwen ze de boel net eigenlijk. Nee. Ik ben nou mijn coach, dat is trouwens voor, echt voor het eerst dat ik echt mijn coach heb. Coach is mijn partner. Maar ik ben heel partijen altijd mijn vriendin gong. Mag jij straks nog een stuk van Orkater? Ik ken Orkater wel, maar ik ken het stuk net. Nee. Ja, ja, dankjewel. Ik verwacht ze ervan nou, een beetje, zeg maar, wat op emotie, wat te absurdistisch, zo nou dan. En dan toch wel mijn dieper verhaal. Hoor je van dezelfde dingen? Jawel. Ja? Ja. Ja, we horen bijna van een beetje vernieuwend theater. Wat zijn dit? Uniformen. Uniformen van wie? Dode soldaten. We herstellen de scheuren, we halen de oude labels eruit en zetten de nieuwe labels in. Bartje, ik ga aan het werk! Wat we weer een bui krijgen als jeder familie, daar rint zijn voorstelling vanzelf volledig in de soep. Van nu heet je Piotr vertelt het verhaal van een groep vrouwen die klingen van sneuvele soldaten verstellen matten. Een muzikale vertelling over hoe zij de oorlog terugkomen. Wat vond je hier nou van? Wat vond je ervan? Nou, het is wel heel echt zo'n Orkaterstuk, hè? Van dieper verhaal. Achter elke vrouw zit een groot drama, achter elke piskoon en overal. Ja. Maar is het dan niet, was ik echt zo mooi krijgt tijdens die hele voorstelling? Of, ja, ik vond het in het begin wat traag. Ik weet niet, het zit net zo vol ontwikkeling in. Nee, maar het gaat dan natuurlijk om het diep trieste ervan. Ja. En er moet net de volle drok erbij zitten, denk ik. Ja. Ik heb dat net voor mij weer het prima zo. Ja. Een mooi stuk. Ik vond de muziek van prachtig. Ja, super. Ja. Dit is juist al liever als zeg maar een klucht en drie bedrijven. Nou, vind ik mooi. Ik vind, ik ben net wat dat net heel kies. Ik zie nooit naar precies hetzelfde of zo. Nee. Ik hoor ik absoluut van de humor is uit. Nou, dat ziet er hier net zo bot in. Nee. Maar dat is ik het leuke van horen. Ik kan gewoon iets kiezen. En ze stuurt misschien gewoon bij iets van gedichten voorlezen of zo, is ik goed. Als het nou iets is van de menselijke uiting in de kunst. Een periode lien kwam er dan wel voor dat er theater maken was in Lietse Skorkes. Dat gebeurt nou ook nog wel, maar vallen minder. Want die Skorkes die weer al in oorbrutsen als verbouwd tot vakantiewinning.
Joop Wittermans die speelt met zijn dochter een stik en die heeft nog wel eens korken gevonden in Lies. En het aardige daarvan is, die boer die zou dat opbreken, maar dan Joop, daar komt de spin in, stelt er dat dan hier uit. Wij zijn de laatste op de plak. Van de watersteeg naar daar, tot aan het gemeentebos en naar ginds geen mens meer. Ik heb een vrouw besteld. Iemand. Uit de krant. Ik ga de vrijdag al. Het gaat over eigenlijk een boerendochter die heel erg verlangt en hunkert naar de aandacht van haar vader. En die vader kijkt niet naar haar om en die is met het land bezig. En zij maakt elke dag eten voor hem klaar en verzorgt hem echt. En die vader is ook het enige referentiepunt wat zij heeft in haar leven. Ook haar enige man. En op het moment dat die vader thuiskomt op een dag en zegt, ik heb een vrouw besteld uit de krant, dan slaan bij haar de stoppen door. Omdat ze dan denkt, wacht even, nou ben ik niet meer de enige vrouw hier in dit huis. Mijn moeder is al lang geleden gestorven. En probeert in al haar kunnen en macht de aandacht te vragen van haar vader. Hoe ben je er eens bij komen om Tierra te spelen? Ja, dat is al een heel lang al een idee, hè? Ja, dat woonen we eigenlijk al heel lang. En we gaan een keer Tierra spelen op de toneelschool. Het eigenlijk samen project van Martje, ga ik mij spelen. Kitty Kouwadi dat toen. Dus dat weer een soort uitproberen. Ja, en het hing altijd en via Annie en Herman is het op een gegeven moment bij elkaar kwam. Regisseur en de ja. Annie van Hoofd. Tekstbeschrijver, de werker. Ja. En toen had het nog een tijdje door en we hebben nog een keer weer bielpas zitten gaan, wat brainstormen, welke kant gaat het uit. Ja, en toen op een gegeven moment ging Herman helemaal zijn eigen ding maken ervan. Niet mijn nieuwe moeder. Ik heb nooit een moeder gehad, dus ook geen nieuwe moeder. Wat ik wel echt heel gaaf vind, is dat omdat Joop een andere generatie speler is, waar ik gewoon echt van kan leren, waar ik naar kan kijken en denk, oh, hij doet het zo en hij doet het zo. En waardoor je dus een diepere laag pakt, omdat je elkaar vertrouwt, omdat je elkaar zo goed kent, dan durf je gewoon verder te gaan. En dan is het niet erg als je even niet meer kan of even dat er emoties komen, dan weet je schrikt niet meer van elkaar. Als de een boos is of even niet meer wil. Papa, het zal geen pijn doen, papa. Ik kan dat ook. Papa. Kom. Papa. Kelder. Donkerdal. Maar ik wist precies waar ik moest zijn. De man wees mij de weg. Ja, ik krijg toch een soort slijtage, een soort routine. En dus toch het repeteren met Margie. Toch ik op een paar keer, verdorie, ik moet wel even. Ik moet scherp blijven. Dat diepere laagje zit er echt nog, net verwaarloos je. Dus dat is dus hetzelfde. En ja, Margie kan me nukken. Houd niet uit aan de bal. Nu weer de hondenwacht lopen. Het geouwe hoer van de maten aan horen. Moet je golven zien en de sterren daarboven. De zee trekt, de zee roept. Een uitputtingsslag van muzikant Meinder Talma. Maar eerst 84 keer speelt hij op Oerol. En dat komt del op zijn nieuwe voorstellings op een dooi. 84 shows maar eerst? Ja, dus ik maar één om een keer even wat oppassen, maar ja. Maar verder, dat is wel leuk om te gaan. Ja, wel hè? Ja. En wat had je met de zee? Op zich hier besteedt het dat ik en ik ben vrede toch Trintje en op zich vind ik de zee wel hartstikke mooi. Mm. Maar ik hier net ook mezelf moet denken zijn zeeplaat maken, maar Trintje in auto die kan bij mij de vraag van had ik teksten meisje voor bij haar foto's. En ja, dat is uiteindelijk dus een album maken. Een album wordt een beetje over de huidige Nederlandse koopvaardij. De zeeman is geen zeeman meer. De zeeman is geen zeeman meer. Ik roem eigenlijk heel erg zien de beperking van die fotografie op. Ik maak die portretten en ik ga een aantal zeegezichten maken. En ik hoor het verhaal, en jij zag wel het verhaal van die studenten, hoe die zeevaart vroeg.
Ik hoor ik net echt in die portretten kwijt. En ik dacht van ja, er maakt nog iets oors bij om dat verhaal te vertellen. En toen heb ik mij het vregen om tekst erbij te schrijven. En toen kwam mij het mooi het idee om een muziek-cd erbij te mooi te zien. Sowieso 14 van die studenten van de Zeevaartschool had ik interviewd. Ik kan heel veel lezen. Bijvoorbeeld kan ik noemen Oerse Mauze Piraten, hoe een Hallinger kapitein die ontvoerd is. Had ik een beetje iets in mijn kranten verslagen, had ik een beetje dat noemer destilleerd en ja, op die manier. Ga niet naar de golf van Aarde, want daar wachten de Somalische piraten. Verlos ons, o Heer. Ik denk wel wat persoonlijke dingen bij en ik had nog een oude, heel oude Amsterdamse zeeman die zijn levensverhaal op baan zetten en ik hoe zijn goede wensen met zeden gingen en naar de Zeevaartschool. Als ik een noemer te lange kamer zag. En hoe vind je dat het nou uitpakt? Hier op zijn skip en 84 shows van Meindert en dan foto's erbij? Ja, nee, ik ben er heel blij mee. De hoofdtentoonstelling steeds maar die is in het Fries Museum in Ljouwt. En ja, ik vind het wel heel mooi dat hier daar ook wat van te zien is. Het moest hier gewoon wezen op de Schelling. Dat, ja, dit is wel de plak waar het ik zien liet me. Maar de publiek zit al te wachten. Ja, dus we zitten een beetje voor de KMIK wat hier. Of de, ik weet niet precies hoe het neemt, maar dat weet ik niet. Ik zou gewoon naar de Brian. Ja, doe maar. Ja. Ja. Oh, een donkere scheepsvaart roer. Ga met me mee. Je handen in een driehoek rondom je navel leggen. Als ik zeg inademen, dan ademen jullie in. Als ik zeg uitademen, dan blazen jullie uit. In. Uit. Zo komen Henk Keizer en ik in de stemming voor De Zone. Een voorstelling van de Noorderlingen uit Grace. We zullen een oeren door de bos kuieren in een geheimzinnig decor. De Noorderlingen is echt de plek in het noorden. Voor jonge acteurs, jonge theatermakers, waar de ruimte is om een voorstelling te maken. En de oerol geeft hun weer een plek. Oké, goed. Dames en heren, vanaf nu af aan is absolute stilte een vereiste. Doodstil, want we gaan hier de derde sector in. Ai, 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 ai. Look at you. Ja, nee, en nu geen camera. Zo, ik ben het echt helemaal zat met u, meneer. Stalker van Tarkovsky is een van de inspiratiebron van regisseur Benjamin Moon. Hier zie ik het stalker in de verbindende zone naar een kamer dat een wees uitkomen zal. Maar waar staat het al hiervoor? Ook in de film bleef dat symbolisch en mysterieus. Please walk towards the light. Dat is theater, hè? Ik hier pas eigenlijk, doe je dat grote veld op camera zetten. Verademing, ja, want ja. Ik wil wel uit dat bos kwijt, want ik heb dat jongens. Gewoon heel mooi in elkaar gezet. En als je toch meenemen de stilte in en dan aan het eind gewoon een soort rock'n'roll dans. Strittentheater heeft in alle vormen, maar Erik Groen en vrienden horen er mooi het project overal wel een hele eigenzinnige manier van werken op nooi. Ze besluit de groep anarchisten bij Gleeks pas een paar oren voor het optreden wat ze dwaas zullen. En dat kind vanzelf alles wezen. En elke keer mooi dan.
Wat kan je zoal doen als de zon schijnt? Ja, dat zijn we even ontwend. Gisteren hadden we het erover om die raceautootjes voor jou te gaan doen. Oh ja. Maar dan hadden we het probleem dat dat moest overdekt. Want het was gewoon echt smerig weer en een harde wind. Ja. Maar dat kan vandaag wel. Dat zou vandaag kunnen. Het is een club mensen die erg van bakbrommers houdt, zoals je misschien dan is opgevallen. Op zich ben ik niet zo'n tweetakt of Honda-fan. Ik vind het allemaal ouderwets spul, al die verbrandingsmotors. Maar de mensen die erop rijden zijn heel erg goed in zelf zorgen voor dat dingen gebeuren. British United! British United is een van onze alter ego's. En dat staat voor mensen die van niets iets weten te maken en veel te veel ideeën in hun hoofd hebben om in een leven lang te kunnen realiseren. Ik ben dynamo's aan het maken voor de racebaan. Die gaat gewoonlijk op batterijen. Maar als je dus die zwengels hebt, dan heb je gewoon de mensen die dus kunnen anticiperen. Ja, en zelf moeten gaan zwengelen als ze willen winnen. Erik Groen en zijn vrienden binnen een stel idealisten. Zagen ze ervan uit dat olie hoe 20 hier net met te krijgen is. Hier wil ik een soort van Mad Max sfeertje geven van oké, het is al gebeurd. Eindelijk kunnen we aan de slag. Want nu kunnen we aan de slag, maar worden we geremd door regeltjes, wetgeving, politie, noem maar op. Mensen die willen dat het allemaal gewoon gaat zoals het gisteren ging. Dat is een valkuil. Daarom is Erik drokdwaande alternatieven te betinken en u te vieren. Zo werkt de blote voetendisco alleen nog maar als er stroom opwekt wordt door te fietsen. En om maar de racebaanboadje te kennen, broekt er geen batterijen, maar dynamo's. Alles in het kader van bewustwording. Overal heeft geen grenzen. Dus ook niet tussen wat kan en wat niet kan. En dat wij zijn overal. Maar jullie zijn ook overal. Je moet wel oppassen, want het is wel gevaarlijk. Hè? Dat je niet tegen mensen aanrijdt. Je moet heel voorzichtig kijken. Dat je... Welkom bij Harmonic Fields. Dit is een Aeoliaanse symfonie. Aeolus was de god van de wind. Deze symfonie wordt ook bewoond door de Aeolianen. Ja. De muziekinstrumenten zijn redelijk fragiel. Dus wij vragen jullie ook om daar niet aan te komen. En ik wens jullie een hele goede wind. Verschillende geluiden. En dan heb je ook nog dat je van verschillende winden, van verschillende eilanden. Heel, heel gaaf. Harmonic Fields is maken terug de Fransman Pierre Savagot. De klankfilm die nu drapieren worden over de dune bij Hey, belippen twee jaar geleden al haar première. Op het diek aan de waterkant van Schielgen. Het is als thuiskomen voor de makers. This kind of project is very important and what Uhold's festival is doing is very important. Because now it's the interaction between art, culture and landscape, and it's another way to meet, to have a meeting with artistic projects. And I think these projects do have to exist. Heel ingenieus. Ik heb 2 jaar geleden al een gedeelte van gezien. Maar nu is het denk ik 10 keer zo groot. Zo eens om me heen kijken. Ja, gaat open. En prachtig. Klinkt heel mooi. Rustgevend.
Hallo allemaal, welkom in het West End Theater, de Schouwburg van Terschelling. Ik ben Leon Giezen en ik ben 10 jaar lang af en aan beroepsmuzikant geweest. En 10 jaar lang documentaire maken voor televisie. En op een gegeven moment heb ik besloten een combinatie te maken van die twee werelden. De wereld van de muziek en de verhalen en de wereld van de films en de verhalen. En die combinatie heb ik Mondo Leone genoemd, Wereld van Leon. En ik heb speciaal voor Oerol een boeketje samengesteld van 10, nou ja, het zal in ieder geval gaan over 10 geluiden. Bouchon, assaggerese, leggiamo i nostri. Il segreto è quello di farlo col cuore. Senza cuore non si fa niente. Io con un po' di chauvinismo dico che è quello. En dat het nou gaat om het zangerige lied van de Italiaanse taal en om het ritme van het maatje van ravioli of om het harmonisch akkoord van een Amerikaanse treintoeter, Leon die redt hem er mooi. He had one he liked more than any of the others, which he called an M5, a Nathan Erchine M5. Where are we going to? It's just right there. I'll show you a spot that I used to record from in this place. Ik was in Amerika en ik zat naast die man in de auto. En ik dacht, ah, hier moet ik het over hebben. Dit is echt iets voor mij. Oké, voor wie dit te snel gaat. Dit is een A7. Maar door een productiefout werd één toeter dus iets te lang, één toon iets te laag. Deze toon werd namelijk die. En toen werd het. En dat major 6 was just gorgeous. Just gorgeous. Jij hebt een soort passie voor iets, een soort gepassioneerde nieuwsgierigheid naar iets ogenschijnlijks volstrekt niet belangrijks. Maar de manier waarop je dat dan aanvliegt, letterlijk bijna soms, maakt dat het voor mij als toeschouwer minstens zo belangrijk wordt als voor jou. Deze man is zo fascinerend door treintoeters dat er uiteindelijk zelfs in ontwikkelen mocht. De K-toeter was moderner, onderhoudsvrijer, toonvaster en goedkoper om te maken dan de M-toeter. Mensen zeggen wel eens dat ze vinden dat ik het heb over kleine dingen. Daar ben ik het zelf niet helemaal mee eens. Ik vind dat ik het heb over grote dingen aan de hand van kleine dingen. Daar heb je het al! Vliegtuigen! Een hele horde! Mijn oren doen pijn! Kom nou naar binnen! Mijn oren doen pijn! De voorstelling Gewapend Beton is een typische oorlogsproductie op locatie. Clemens Petijn en Het Goede Gezelschap brengen in het decor van bunkers absurdistisch muziektheater. Een wrange combinatie van oorlogsverlienen en consumptietoerisme. Wij binnen Taskoger op initiatief van Goits en Eenling, theatermaker en toneeldocent onder de Friese Poort in Ljouwert. Hij komt al 9 jaar met zijn studenten op Oerol. Uw studenten, die ben je vrijwilliger van 10 dagen. Wij ben ik de groep die het langst altijd is van Squalm. Ja. En die ben vrijwilliger. Dus wat door die knippe kaartjes, die door terreindiensten op de Westerkeinde, werd ze de peuken oprapen, de glazen op heli, ze door echt van alles. Dat doen ze in het ramp van een opleiding? Dat doen ze in het ramp van een opleiding. Het is een soort stage. Ja. Voor jongeren is het voor best wel duur om naar volle voorstellingen te gaan. En als vrijwilliger bist, kerst dus heel veel maaitje van ja, Sand Festival en ondertussen kerst ik voorstellingen Shen. Dan komen we erachter dat de jongeren tussen de 13 en de 20 ooit alleen nog achter de schermen van Oerol aanwezig binnen. En net als publiek. Ik denk dat Oerol wel wat meer werk maakt om jongeren warm te krijgen voor het festival. Ja? Oerol maakt wel wat meer PR van jongeren, vind ik. Hoe kun je hier nou meer jongeren in krijgen? Ja, ik denk, we moeten echt heel goed informeren. Misschien is het leuk als jongeren naar die oren jongeren taggen. En erover vertellen van nou, dit hebben we zoen, dat hebben we zoen. En
Want ik sinds de rest echt ik heel veel de muziek. Het is net alleen nog theater, maar bijvoorbeeld op Grienestrand of Westerkijn. Of de Hesse, ik leuke kroegjes hier, straattheater. Dus ik hoef van alles te dwan. En ik denk dat die jongeren denken van het is alleen maar theater, want dat vinden we niks om. Maar zij weten net goed wat hier gebeurt. Ik denk het al wel. Want er is echt genoeg voor jongeren, echt. Ja. Hey Goijsje, nou ben ik theatermaker. Ja. Hesto hier ik zo'n festival ik wat als theatermaker? Tuurlijk. Ja? Het is een inspiratiebron. En vooral wat je heel erg werkt is van de totale sfeer van een voorstelling. Dus de locatie werkt natuurlijk mooi. Maar ik beloon en dingen die onverwacht gebeuren. En ik vind het dan prachtig om te zien van hoe een hele omgeving of hoe een hele voorstelling bepaald wordt in toch. Bepaalde factoren. Hier is dan de waarde, de wien, de vogels of zo. Dat vind ik altijd wel mooi. Dan krijg je net van die glijde voorstelling. Ik hoor net van die glijde voorstelling die heel strak binnen. Ja. Dat is mooi voor mij wel het rommelig of het goud is weer. En daarom wil Goijsen is mooi nemen naar de vaststelling van Clemens Pertijn. Als voorbeeld van zijn roege diamant in de dun van Vermeeren. Toneeldocent Eenling denkt dat krijgt de voorstelling Gewapend Beton de jongeren wennen oerl krijgen kan. Een absurd verhaal over een gezin dat een verbouwde bunker als vakantiehuis keert en dan confronteerd wordt met spoken uit het verliezen. Het publiek maakt eerst met marsmuziek op de koptelefoon terug de loopgraven naar de bühne rennen. Onze veilige thuishaven. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Erika! Je vond het al eer een prachtige voorstelling, ik. Ja. Maar is het nou een voorstelling dat jongeren ik naar ta kennen, ta wollen? Ja. Ja. Het kan wel. Het kan wel. Ja. Maar ja. Vinden ze dit mooi? Zullen ze dit mooi vinden? Ja, dat verschilt toch echt van persoon tot persoon. Maar ja, ik denk dat zeker heel veel jongeren dit mooi vinden. Oké. Doe ik. Ja, er zit actie in, er zit humor in, het is heel fysiek, veel mimiek. Ja. Oké, nou, zegt het voort, zou ik zeggen. Nou, dat komt wel vallen kort, denk ik. Ja. Hé, bedankt en nog een hele goede oerol. Ja, hetzelfde. Oké, ik bleef hier, dus kies wel zonder mij. Hoi. Hoi. Twaili maakt Boukje Zwijgman de voorstelling Wiek. En dit hier stiert ze met vier danseressen die het met sweepen doensje. Zit er een verhaal in? Mooi. Ik vond het mooi. En dan zit ik me toch leuk af te vragen, waar zit ik eigenlijk naar te kijken en waarom vind ik het zo mooi? Ja, dat is ook het hele zoeken geweest. Dat het niet te duidend is, maar dat je er wel in blijft. En dat is altijd een hele interessante balans. Ik denk dat het heel veel met energie te maken heeft. Er zit natuurlijk een enorme energie in. Soms juist weer die helemaal ingehouden en geconcentreerde energie, zeg maar. Ik denk dat je die heel erg voelt. Nou, aanvankelijk heb ik dan wel een idee van, hier zitten ze dan misschien helemaal in een nest van zeepen en dan trekken ze er een uit en daarmee kunnen ze de wereld te strijden trekken en uiteindelijk hebben ze nu meer nodig. Dat was dan aanvankelijk het idee van het verhaaltje wat ik had. Ja. Maar dan ga je gewoon werken met het materiaal en dan is de energie zo sterk dat het helemaal niet gaat om dat verhaaltje. Hoewel er wel een wel degelijke verloop in zit. Ja. Maar die zit heel erg in energieopbouw, in ritme, in afwisseling van stilte en geluid en van. Het is heel verschillend inderdaad wat mensen eruit halen. Maar die energie wel van. Taak. En
dat we juist, nou ja, dat spelen daarmee, dat je juist ook een kwetsbaar lichaam en mens en af en toe zo moet doen, die strijd daartussen. Dat fascineert me dan, die tegenstelling. En ook, dan wil ik wel ergens naartoe, dat je uiteindelijk gaat het wel om de mens die niet meer hoeft te vechten of die dit niet nodig heeft. Maar je hebt het nodig in je leven om soms je grenzen te stellen, om te zeggen hier wel, hier niet, om juist heel open en zacht te kunnen zijn. Ik had nooit gedacht dat er zoveel in een zweep zit. Weet je, je weet dat je ermee kan knallen. En ik wist ook wel dat als je ze zo hangt, dat je er ook een soort voelsprieten van kan maken. Of met het, ten opzichte van het lichaam, dat hij heel veel vormen aan kan nemen. Dus dat fascineerde me. Maar toen we ermee gingen werken, zit ook zoveel soorten geluid in. Ja. Dat ze... Ja. Het is echt de wind. En dan is het... Het is een soort, ja, het is een soort instrument die ze met z'n vieren maken eigenlijk. Dat niet alleen maar bam. Bam, is maar heel veel soorten geluid. Nou, dus dan is het ineens veel rijker dan ik aanvankelijk had gedacht. Thomas die week op stap met Hilde Mulder van Een Meeuw. Wij zegen door al even bij het depot van verloren voorwerpen van broer en zus Johan en Annemarie Klein. En nou liet we hem nog krek even wat meer zien. Als u het formulier gaat invullen, spieken heeft geen zin en overleggen eigenlijk ook niet. Er is hier al een mevrouw klaar, die wil graag haar formulier inleveren. Dat kan je misschien dan even aannemen. Ja, wat we weten te vertellen over dit konijntje is dat de vorige eigenaar een kind is geweest. En wat we ook hebben kunnen herleiden is dat dit kind een broertje of een zusje heeft gehad. En misschien wel meerdere broertjes of zusjes. Je bent broer en zus, hè? Ja, klopt. En ja. Kom je uit Gautum? Ja. Nou, we hebben 10 jaar gewoond en daar komen we nu af en toe nog terug als we werken voor theater of voor Meeuw, een jeugdtheaterschool. Kijk, Johan is net echt een acteur. Hij heeft een opleiding tot vormgeving gedaan. Ja. Maar hij had de jeugdtheaterskwallen Egdien. En ja. Dat zit hem toch nog ergens driehoog achter in zijn bloed. Het aankoopetiket is nog aanwezig, dat wil zeggen de streepjescode. En ook door de weinige beschadigingen die er verder op dit object zijn terug te vinden, kunnen we constateren dat het een jong object is geweest. We hebben bij het theater hebben we een aantal voorstellingen gedaan, maar ook bij het lab in Utrecht. Welke voorstelling bij het theater? Het huisje dat verhuisde een aantal jaar geleden. En Tomke zie ik het om een kluts, die afgelopen voorjaar heeft gespeeld. Drang. En Drang. We hebben allebei de Design Academy in Eindhoven gedaan. En dat is eigenlijk een opleiding die iets meer productgerelateerd is, zeg maar, productontwerper. Maar we zijn een beetje afgebogen richting theatervormgeving. En eigenlijk qua onderdelen doen we allebei alles. Dus we bedenken samen het ontwerp en we voeren het ook samen uit. Nou, wat wil het nu, het rare eigenlijk wat we hieruit kunnen lezen, is dat de pennen die gekocht zijn, dat mensen daar eigenlijk niet zorgvuldiger mee om zijn gegaan dan de pennen die ze gewoon gratis hebben gekregen. Marjolein? Ook hier graag even wat rustiger. Okay. Excuus. En de inspiratie is ook een beetje staatsbosbeheer, scouting, het bureau van Voskuil, debiteuren, crediteuren. Dus in die hoek hebben we dat wel betocht. Goed, na een uur heb ik kunnen constateren dat niemand de kaasschaaf heeft teruggehaald. En heb ik het mogen classificeren als verloren voorwerp. Misschien dat we naar de andere ruimte kunnen gaan om te kijken of we daar een match hebben kunnen maken. Ja? Reislustig is aangekruist en dat zien we terug in de wielen. Ik kan het misschien even demonstreren. Opgewekt is ingevuld. Nou, ik kan wel doorgaan, maar u heeft zelf denk ik wel door voor wie deze eend bedoeld is. Deze is voor Nico. Alsjeblieft. Hartelijk dank ook voor uw komst. Ook u wil ik vragen zorg te dragen voor dit voorwerp en ten alle tijde te voorkomen dat dit opnieuw verloren gaat. Dit wie Oerl 2011, een fantastisch festival hebben we gewoon. Hopelijk is het de takkend hier weer, dan ben wij er ik weer bij. Bedankt voor het zien. Hoi.